Terwijl ik heerlijk met mijn volgende illustratie bezig ben, het zonnetje schijnt, het schitterend weer is, de deur openstaat, de radio het eindelijk weer doet, al de wat wifi-problemen, licht Jack hier toch hier. Jack? Ben je moe? Ja. Joi, Jackie. Ga maar lekker slapen, vriend. Lekker zo. Het is 20, 25 graden buiten, maar lekker in je dekentje. Ligt het pootje gek gebogen, zo. Lieverd, hè. Doei, Jackie. Hallo? Bewaak je het vogelhuisje? Nee. Hey, je denkt als er dan een vogel uitvalt, heb ik hem. Hé? Lekker hoor. Goed zo, Jackie. Oké, eindelijk. Zijn we daarmee bezig? En nou zou Jack dus hier ergens om moeten liggen. Ik ben benieuwd. Jackie! Zit hij er helemaal niet onder. Dat heb ik hem toch al lang gehoord. Nou. Ik weet niet hoor, ik zie geen Jack. Ik heb hem gevonden. Zo hard werkt. Lig hier! Hi!
groeiende poesboes. Hi. Onder de kruiwagen die vol zat met water. Hallo. Hi Jack. Hi.
Zo. Ik ben die jongens aan het helpen. Deze stapels moeten allemaal nog naar beneden. En ik zal jullie even laten zien. Ik heb een glijbaan gecreëerd. Nee, ik niet. Arjan, ik heb het gevraagd. Even niet een glijbaan om al die tijdschriften naar beneden te sjouwen. Even een snelle blik. Hoppakee. En die jongens die staan gewoon beneden. Die tijdschriften op stapels te leggen. Dan kan het allemaal weg. Dat zijn retouren die gewoon weg kunnen. Dus, zaterdagochtend. Je kan er maar druk mee zijn, mensen. Lekker ondernemen worden. Heb je altijd vrij. Nee dus, hè? Dat je het even weet. Doei. Hallo. Ik was van plan om van tevoren te vloggen. Dat ben ik vergeten. Het is vandaag zondag en 6 juni. En we zijn bij Rubens Chameleon geweest. Ik doe er ook even een filmpje bij. Het was echt zo fucking vet. Zo gaaf. En hij moet nog wel 2 maandjes wachten. 2, zegt het goed? Ja, want ze zijn nu net een maand uit de ei. Echt zo groot. Die Jack. Jack ligt lekker te chillen. Op zijn kussentje. En hoor de vogeltjes. Dus het is nog een heerlijk avondzonnetje om 7 uur. Ik zit lekker buiten. Hij ligt lekker, hè? Ja. Ja, hij ligt lekker. Hij ligt lekker te chillen. Ja. Hoor die vogeltjes. Het ligt gewoon lekker zo rustig te genieten. Hoor je Jack ook? Hallo? Ik zal hem even een beetje draaien. Hallo. Ben je in beeld? Ik kan niet meer zien. Zo, oh sorry, dikke hand hoor. Lekker chill toch? Gewoon even lekker genieten, denk je, ja. Ja. Op het fietsje. Even een beetje illegaal filmen, niet kunnen toch? En ik kom net van de zaak af. Het is echt schitterend weer. Dus ik moet eigenlijk nog wat doen vanmiddag in mijn studio. Maar ik weet niet wat ik daar zin in heb, jongens. Ik denk dat ik ook gewoon even lekker van het weer ga genieten. Nou, doei. Hallo, ik ben weer terug in mijn studio. Ik heb even lekker rustig aan geluncht. Boodschappenbriefje gemaakt. Arjan eruit gestuurd om boodschappen te doen. Zo doen we die dingen. En nu ga ik naar mijn to-do-lijstje kijken. Ik heb er geen zin in, maar ik ga het toch maar even doen. Er moet zoveel gedaan worden. Vooral veel content eigenlijk vandaag op mijn lijstje staan. Oh, en dat vergeet ik helemaal. Kom, kom, ik heb wat leuks. Ik heb een nieuw printertje gekocht. Kijk dan. Ben je schattig of ben je schattig? De selfie van Canon. Ik doe een linkje voor jullie in de omschrijving van het videootje. En Ingrid heeft mij op dit idee gebracht, omdat ik er bij haar voorbij zag komen. En ik heb zelf wel deze, de sprocket. Maar ik ben heel eerlijk, ik vind kwaliteit een soort van ruk. Dus ik dacht, ja, ik vind het gewoon niet zo leuk om in mijn daily journal te verwerken. Dus ik moest eigenlijk een keer een ander compact dingetje. Ik print nu ook wel mijn foto's gewoon via mijn grote fotoprinter, maar dan moet je fotootjes kleiner maken, A4 en nou ja, blablabla. Vind ik een hoop gedoe. Je snapt het zeker al. Oké, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik ga nog mailtjes verwerken, want ik zie dat ik heel veel mailtjes heb. Ik kreeg net een leuk telefoontje binnen voor een grote nieuwe klus voor Artifacts. En ik denk dat ik de enige ben die tijd heeft om dat te doen. De meiden zitten echt helemaal chockie vol. Dus nou ja, ik kijk wel even hoe ik dat ga oplossen weer. Go, go, get it, zeg maar. Anyway, waar sloeg dat op? Geen idee. Ik ga lekker nu even mijn mailtjes erbij pakken en die even beantwoorden. En oh ja, jullie vragen allemaal elke keer, wat zit er in die kaas? Wat zit er nou in die laadjes? Ga ik ook nog een keertje opnemen, denk ik. Doei!
Hallo? Zo. Nou, ben je weer. Ja, hallo. Ik heb een foto staan graag. Hallo, hallo. Pfizer, vanochtend gevaccineerd en wel. Straks nog een tweede prik over een week of 3, 4, 5. Weet ik niet precies, de datum staat al. En dat is toch wel een soort van hele opluchting. Ik weet dat er van alles over te doen is. Mensen hebben allemaal mening. Dat is helemaal prima. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ik vind het superbelangrijk, dus heb me laten vaccineren. Dat gezegd hebbende, gaan we verder in de studio. Vanmiddag ga ik wel naar de zaak om te werken, want we hebben een grote klus binnen. En op de zaak heb ik 2 schermen om mee te werken. En ik moet van het ene bestand naar het andere bestand. Dus dan is het heel erg makkelijk als je 2 schermen hebt. Ik hoor Jackie. Jack! Jackie! Hallo? Hier ben ik. You don't care. Waar ben je dan? Hier! Hi! Oh! Dus, en hier is nog mijn puinhoop van gisteren. Ja, want het kwam een beetje door jou, hè? Ja. Ik wilde gisteravond met mijn nieuwe printertje aan de slag. Daar staat hij. Daar, dat roze dingetje. Ga ik je nog wel even beter laten zien. Maar ja, meneer ging op mijn boekje zitten, dus ik kon echt serieus niks meer. We moesten samen zitten, hè? Ja. Wat is er? Hallo? Oh. Ga je even hier komen, Lisa? Gezellig, toch? Jack? Hi, je bent in beeld. Hallo? Ja. Waar denkt hij? Ga je hetzelfde weer doen? Kijk, hij denkt, oh, dat is wel een goed plekje. Dit is een goed plekje hier. Ja, daar wou ik gaan zitten. En over mijn studiovlogs, ik zit er toch over na te denken om het weer te stoppen of om het anders te doen. Ja, het kost gewoon gruwelijk veel tijd. Dat is gewoon het feit. En feit is ook dat het makkelijker gaat om met Instagram stories berichtjes te laten zien van wat ik doe nou de hele dag. Dan een videovlog maken, want het is natuurlijk niet alleen het opnemen, het editen. De clips uitzoeken, muziek erbij, tekstjes erbij. Serieus, ik ben er een aantal uren per week mee bezig om de video goed te krijgen. Dat is gewoon zo, kost echt heel veel tijd. Dus daar zit ik een beetje over te twijfelen van, wil ik dat nog wel doen? Of wil ik vooral graag dingen maken en dat laten zien? Oh, sorry. Ik deed... Vind je niet leuk? Vond je dat niet goed? Maar je staat wel gewoon met die poten op mijn boekje, hè? Ja. Daar heeft hij niks op te zeggen. Dus daar denk ik gewoon nog even iets over na. Want ik weet ook dat mensen het leuk vinden om te kijken. Wat heb je in je staart hangen allemaal? Oh, sorry. Ik filmde per ongeluk zijn poepgat. Sorry, Jack. Ja, dat is niet aardig. Dat is niet aardig, hè? Dus, ik wilde hier nog even wat doen. Je ziet, mijn werk houdt wederom hierop. Ja. Oh, lekkere scratchies, hè? Nou, dan staat dat er ook maar op. Dus ik denk er gewoon nog even over na. En ik denk wel, ik ga het mezelf niet moeilijk maken. Ook al heb ik gezegd, oh, ik ga weer studiovlogs opnemen. Als ik halverwege denk, ja, ik ga het toch weer een beetje omgooien. Ik ga het anders doen, meer met Instagram of niet. Ik kijk wel, maar in ieder geval niet meer de stress voelen van, oh, ik moet de hele week nog opnemen. Ik moet dit er nog in zetten en dat er nog in zetten. Nou goed, je hoort het al. Het klinkt een beetje als te veel voor mij. Hey, Jack. Ja, hè? Ja. En als ik er goed over nadenk, inderdaad. Ik wil liever dingen maken en dat aan jullie laten zien. En natuurlijk mijn leven blijven vloggen. Maar dan gewoon op een andere manier, een makkelijkere manier. Zoals Instagram Stories of misschien via Instagram TV. Dat zou ik ook nog kunnen doen. Ik denk er even over na. In ieder geval, deze week heb je hem gewoon nog te pakken. De studiovlog. Ik hoop dat ik nog even wat kan doen zometeen. En vanmiddag ga ik sowieso naar de zaak checken. Misschien is dit al zijn silent protest. Zou zomaar kunnen. Nou, tot snel. Doei! Nou jongens, het is mij een beetje te warm daar op het terras. Tropisch, zeg maar.
Dus ik ben lekker bezig met mijn illustraties die ook voor de gedichtenbundel zijn. Daar wil ik de witte achtergrond wegwerken. Dat doe ik ook altijd in Procreate, zodat het PNG-files worden. Zodat de vormgeefster ze prima kan gebruiken. Oh, je ziet mij ook in de spiegel. Hallo. En ondertussen kijk ik gewoon lekker een videootje. Nou, doei. Zo, het is nu 's avonds, 7 uur. Woensdagavond, overdag vind ik het veel te warm om te wandelen. Dus dan doen we dat lekker 's avonds. Het is lekker lang licht, dus dat vind ik fijn. En ik ga met een vriendinnetje. Dan is het altijd even gezellig. Dus vandaar dat ik mijn koptelefoon niet op heb. Dat is ook zo ongezellig. Nou, doei. Zo, goedemorgen. Oh, lekker veel zonnetje. Je ziet gelijk helemaal niks meer. Ik wou zeggen, ik ben al op de zaak. Kijk. Ta-ta-ta. Artifact support. En ik ben ook op het fietsen. Okay. En ik ben vroeg. 8 uur. Dus er is wel niemand. De buurman komt ook aan. Zo, het eerste wat ik dan doe. Kom op ons kantoor binnen. Zat er ketje voor me klaar, ook zo een hand ervoor. Ga ik eerst even de ramen openzetten. Het is hier altijd bloedverziekend heet binnen. Vinden de dames lekker? Nee, not so much. Dus, oh fuck, zit op slot. Oh, gelukkig. Hoppakee. Oh, fresh air naar binnen. En dan gaat die andere ook nog openzetten. Ze zullen wel denken, ben jij helemaal gek geworden, joh. Hé, hey, maar het is mijn eigen kantoor, hè. Hoppatee. Luchten met die handel. Zo, wagenwijd open allebei. Ah, lekker. Dus de dames die hier zitten zijn me straks echt heel dankbaar. Dus ik ga me voorbereiden. En ik dacht, ik draai hem nog even om. Ik ga me voorbereiden. We hebben zometeen weer een sollicitatiegesprek. En ik heb een grote klus die uitgevoerd moet worden. En dat ga ik doen. Dus ja, zo zie je maar weer. Als ondernemer met meerdere bedrijven. Dan ben je ook flexibel inzetbaar, zeg maar. Dus dan ligt het ene, kan ik even niet zo heel veel voor doen. Dus nou, dan maar hier aan de slag. Het is nog helemaal donker. Ik heb de lichten nog niet eens aangedaan. Maar ik ga al gauw even beginnen. Doei! Zo, ik ben weer thuis. Even snel crackertjes gegeten. En ik ben bezig met... Oh, bij Artifact een leuke nieuwe klant bij. Ik moest even zoeken waar de camera was daar. Voor mailboxbeheer, dus dat is altijd helemaal leuk. En ik was bezig met stickertjes maken voor pakketje blijheid. Plak ik altijd op de bestellingjes. En er kwam een hele leuke bestelling ook binnen van 2 keer. De kit. Oh, ik heb hem al ingepakt. om een mixed media pagina birds, vogeltjes dus, te maken. Dus die ga ik nu nog even gauw verder inpakken. Hij was dus eigenlijk al ingepakt. Dan maak ik dat doosje weer open. Oké, onhandig. En daarna doorrezen naar het ziekenhuis, want ik mag een nieuwe insulinepomp uitkiezen. Deze heb ik nu 4 jaar, dus dan loopt de garantie zeg maar soort van af. Dan kan je weer een andere uitkiezen. Dus daar ga ik zo meteen nog weer heen. Joejoe! Kijk, nou ben ik bij het ziekenhuis en de ingang is helemaal daar. Helemaal aan het einde. En allemaal parkeerplaatsen in de zon. Maar er is natuurlijk ook gewoon een parkeerplaatsje in de schaduw. Moet ik al een stukje lopen. Maar dat is niet erg. Dan staat mijn auto toch net even iets koeler. Wie doet dat ook? Zo ver mogelijk rijden voor een schaduwplek. Hi. Hallo? Hey. Was ik eindelijk een keer thuis? Jeetje, die moest lang wachten op mij. Ja, dat krijg je ervan als je om 2:15 in het ziekenhuis moet zijn in Leiderdorp. Maar het was niet in Leiderdorp, ik moest in Alphen zijn. Dus ik moest nog even 20 minuten verder. Dus ik was te laat. Ah. Moe. Ik zal even mijn muziek even pauze zetten. Ik zit te werken, ik kan het even niet laten zien. Ik ben voor een klant bezig, voor Artifacts. Er is heel veel copy-paste werk. Best een beetje geestdodend, geeft niks. Want hey, het verdient ook gewoon wel weer. En dan merk ik op het moment dat het dus weer drukker wordt met Artifacts, weet je wel, alles neemt gewoon weer een beetje toe. Ja, dan gaan daar toch mijn uren in, want uiteindelijk is dat hetgene waar we ons geld mee verdienen, waar we samen van leven. Samen als in ons gezin en 10 man personeel. Dus ja, dan pak ik dat toch alweer op. De meiden waren zo druk dat ik dacht, ja, weet je, dan pak ik dat. Maar het is toch altijd meer dan dat je denkt. Dus het is nu 's avonds 8:30. Ik denk dat ik nog een uurtje bezig ben.
Dus dat wordt ook bij ondernemen af en toe even doorgaan, terwijl ik eigenlijk gewoon moe ben. Maar dat geeft niet, want als ik nu doorga, morgen heb ik wel de dag de tijd voor refly.nl. Voor mijn creatieve dingen. Ik moet er nog afmaken. Ik moet deze video nog afmaken. En ik had al eerder in deze video gezegd dat ik erover nadenk dat ik even niet meer weet hoe ik het nou moet doen met studiovlogs, omdat het gewoon zo druk is. En ik neig natuurlijk steeds meer naar, ik wil eigenlijk natuurlijk gewoon dingen maken, creëren. En natuurlijk vind ik het leuk om mijn leven te laten zien, omdat jullie me volgen, superleuke lieve berichtjes. Maar uiteindelijk merk ik natuurlijk, het breekt op, het is te veel. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik het helemaal mee stop of helemaal niet meer ga doen. Maar dat één keer per week, dat is gewoon echt too much. Dus daar ga ik over nadenken, hoe ga ik dat anders doen. Anyway, ik ga nou voor verder, want anders zit ik hier nog meer dan een uur. Doei! Hallo, vrijdagochtend. Ik ga zo lekker even een videootje opnemen voor de blog van Happlify. Daar ben ik crewmember van. Ik zal even een linkje hier ook in de blogpost doen. In de blogpost in de YouTube video. En die komt dan ja, volgens mij eind deze maand of zo online. Dus die zie je dan ook al verschijnen. En ik moet dus dit videootje nog editen. En ik moet de der ook nog maken. Dus vandaag zit er eigenlijk best een beetje soort van erg vol. Vandaar dat ik ook al eerder gezegd heb, ik weet nog even niet hoe ik het wil gaan doen met mijn studiovlogs. Ik heb mezelf natuurlijk, daar ben ik goed in, hè? Mezelf dingen opleggen. Dus ik heb zelf bedacht, oh dat ga ik elke week doen, want dan kan je van die week zien wat er dan gebeurd is. Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, anders voor mijn gevoel is het dan een soort van oud nieuws, want heb je het misschien op Instagram al voorbij zien komen. Dus ik weet nog steeds even niet hoe ik het anders wil gaan doen. Alleen elke week die studiovlogs, ja dat brengt me gewoon op. Dat heb je nu wel gemerkt denk ik in dit videootje, volgens mij heb ik het nu een aantal keer gezegd. Het gekke is, ik zie natuurlijk niet mijn opnames direct na elkaar, jullie wel. Maar in mijn herinnering denk ik wel, volgens mij heb ik het er al 3 keer over gehad nu. Dus dat betekent wat, uiteraard. Maar goed, ik ga nu gewoon lekker aan de slag. En mijn iMac staat al klaar voor iMovie, zodat ik zo meteen ook nog verder kan editen. En dus nog de der kan afmaken, of afmaken, moet hem gewoon nog maken. Het was deze week gewoon echt druk bij Artifacts en dan ben ik daar gewoon veel meer tijd aan kwijt. En dan merk ik dat mijn creatieve werk toch wel wat meer blijft liggen. Geeft niks, want dat heb je als je meerdere bedrijven hebt. Moet je dat maar niet willen, zeggen ze dan. Maar goed, ik ga lekker aan de slag nu en tot de volgende ronde. Doei!